Het was de droom van Clary en haar man Henk. Samen oud worden in de Olmerstaat in Amstelveen. Ja, dit is wel een van de mooiste plekjes van Amstelveen. Van Amstelveen, ja, dat denk ik ook. Dat zeiden wij ook, zeg maar, waar ze dan nu nog gaan bouwen. Is dit echt het mooiste plekje van Amstelveen? Dat denk ik echt. Heel recreatief. 's Morgens gaan we altijd elke dag de polder in. Super lekker. Er was geen vuiltje aan de lucht. De huur van €748 per maand konden ze makkelijk betalen. En toen gebeurde er iets. En toen overleed mijn man 3 jaar geleden. En daardoor ga je in inkomen een heel eind achteruit. En de huren die worden elk jaar alsmaar duurder en duurder. Met enorme huurstijgingen. En inmiddels is de huur per maand al in die afgelopen 4 jaar al €200 per maand duurder geworden. De huur is in korte tijd gestegen naar €952 per maand. En de realiteit is dat de huur onverminderd kan doorstijgen. Ze wil dan ook dat er een limiet gesteld wordt aan de eindeloze huurverhogingen. Als je hier woont, dan moet je je broek zelf ophouden. Dus ja, dat plafond willen we heel graag hebben. Dat je weet, daar eindigt het. Ja. En dat is er nog steeds niet. Dit groeit maar en dit groeit maar. En waar eindigt dit? Gaat het eindigen bij €1100 of €1200 of weet ik veel? Nou, dan op een bepaald moment moet je zeggen, dat kan ik alleen niet meer opbrengen. Voor Clary is de grens bereikt. En ze staat niet alleen, want voor de meeste bewoners van het Olmerstaatencomplex staat het water aan de lippen.